Auto is op 100 meter van het startpunt. Start is gevallen. Goeie start aan de binnenkant van Griet Labrousse, maar er zijn er meer die hard kunnen beginnen. Gilani F. Boko ook, helemaal aan de buitenzijde, komt naar voren. Hey Gerrit de Lange, die kan er heel mooi tussen. Die gaat zo naar plek 3 en zo gaan de paarden de bocht in. Tom Kooijman moet in het vijfde spoor de runnersbocht in. Dat wordt zelden gebruikt, dat spoor. Glenda Camelot ligt daar. En zo gaan de paarden de eerste bocht door. Leiding in handen van Griet Labrousse. Daarachter op plek 2 aan de relingzijde is John Dekker heel mooi doorgekomen met Hey Gerrit de Lange. En daarachter aan de buitenzijde is blijven hangen Gilani F. Boko. Daarachter volgt de 1, Flash Greenwood. Daarachter aan de relingzijde Carolien Albers met Gabor Raïs. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde voor door. Daarvoor loopt nog Mayflower, de 9. En daarachter volgt dan André Bakker met Gerco Steenwijk. Dat zijn de eerste 9 paarden. Tussentijd 14-2 over de eerste 500 meter. En zo gaan de paarden de volgende bocht in. En dan leidt Griet Labrousse. Die houdt aardig tempo. Griet Labrousse wordt gevolgd door Hey Gerrit de Lange. En daarachter aan de buitenkant krijgt hem niet zo fijn. Gilani F. Boko, daarachter aan de relingzijde Flash Greenwood. Dan Mayflower. Daarachter volgt dan Gabor Raïs en daarachter gaat u naar het tweede spoor Gerco Steenwijk. Achter Gerco Steenwijk gaat Irish Steel, daarachter ligt ook Covergirl. Ook in het tweede spoor Ruud Pols met Gold Rush H. Ligt op dit moment voorlaatste, de laatste plek op dit moment is voor Fip Junior. Tweede 500 meter, 16-4. Het blijft 16 gaan en zo gaan ze de laatste kilometer in. Leider is nog altijd Griet Labrousse. Griet Labrousse aan de buitenkant komt nu weer ietsje dichterbij Gilani F. Boko. Daarachter aan de relingzijde loopt geen meter te veel. Hey Gerrit de Lange. Daarachter aan de relingzijde Flash Greenwood. Dan Mayflower. Daarachter aan de relingzijde Gabor Raïs. Dan Glenda Camelot aan de reling. Buitenkant Gerco Steenwijk. Daarachter gaat nu naar het derde spoor Irish Steel. Die gaat in de aanval en dan kan Ruud Pols zo achteraan met Gold Rush H. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Met nog altijd Griet Labrousse vooraan. Nu gaat in het middenveld van alles veranderen. En daar gaat ook Mayflower naar het derde spoor. En zo zijn de deelnemers op weg naar de laatste bocht. Nu schuift het hele veld in elkaar tussentijd 18-1. Aan de binnenkant Griet Labrousse staat onder druk van Gilani F. Boko. Mayflower door het derde spoor. Gerco Steenwijk daartussen. Daarachter aan de relingzijde Hey Gerrit de Lange. Naar het vierde spoor gaat nu Gold Rush H. En zo zijn de paarden halverwege de Tjarda bocht. Koploper nog altijd Griet Labrousse. Griet Labrousse buitenkant Gilani F. Boko. Daarachter heel zuinig Hey Gerrit de Lange. En aan de buitenkant komt Irish Steel naar voren. Daar komt ook Gold Rush H aan. Paarden komen in de laatste rechte lijn. Ook Mayflower gaat voorin meedoen. Zijn in de laatste meters. En daar leidt nu inmiddels Gilani F. Boko. Helemaal aan de buitenzijde. Daar komen de kapers. Daar komt onder andere Mayflower. Daar komt onder andere Irish Steel. Daar komt ook Gold Rush H. Ze gaan op weg naar de streep. Gilani F. Boko leidt. Gilani F. Boko leidt. En wint. Irish Steel tweede. Derde of Mayflower. Of aan de buitenkant Gold Rush H.